Hoe kwam het dat vandaag FC Emmen sterker was dan Sparta? Ja, eigenlijk was het, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het heel raar. Want ik denk dat we best goed aan de wedstrijd beginnen. Zaten er kort op, veroverden de bal op hun helft, kregen kansen. Alleen, ja, als je dat 5 tot 10 minuten doet, is dat sowieso te weinig. En ik denk dat het daarna hun steeds beter in de wedstrijd kwamen. En ja, wij hun niet echt meer in de problemen brachten. Want eigenlijk een van de grootste, misschien wel de grootste kans op een Spartaanse treffer was voor Halil na een kwartier. Meteen daarna die 1-0. Daarna eigenlijk inderdaad niet meer het om kunnen draaien. Waar lag dat aan? Ja, dat is moeilijk. Kijk, ik denk dat wij hun gewoon te veel ruimte gaven. En niet veel hard genoeg in de duels. Misschien te veel ruimte gaven aan de bal. Dus daardoor geef je hun toch een lekker gevoel. En ik denk dat hun dat goed deden. Goed uitspeelden. En ik denk dat ze daardoor steeds beter in de wedstrijd kwamen. Steeds meer zelfvertrouwen kregen. En dan is het moeilijk. Alleen ik denk wel dat we tot de laatste seconde probeerden om nog resultaat te halen hier. Alleen ik moet ook heel eerlijk toegeven dat het... ik denk dat Halil was de laatste grote kans die we kregen. En dat is wel... dat is veel te weinig. Die 1-0, dat was een situatie met jou. Wat gebeurde daar precies bij die panel? Ja, nee, hij kwam achter mij en daarna kruiste hij voor me langs. En dan weet je precies wat er gaat gebeuren. En ik denk dat dan gaat hij voor contact zoeken. In eerste instantie ontwijk ik dat goed, hou ik in. Alleen de volgende stap die we beide zetten, was er wel licht contact. Alleen. En een beetje ongelukkig. Alleen, ik moet ook wel eerlijk zijn dat dit soort dingen zijn wel een beetje te knullig voor mij om na zo lang nog te gebeuren. Dus ik zag het gebeuren, alleen toch was ik zo dom om zo kort te zitten, waardoor er heel ongelukkig contact was. Al vroeg werd er gewisseld, in de rust zelfs de tweede. 20 minuten voor tijd werd er zelfs nog doorgeschakeld met een aanvaller voor een verdediger. Had je nog het idee dat die aansluitingstreffer en zelfs een 2-2 nog konden vallen vandaag? Ja, absoluut. Ik denk als je een doelpunt maakt, dan worden hun ook zenuwachtig. Je moet ook weer eerlijk zijn. Je hebt helemaal niks gecreëerd de tweede helft. Misschien een schot van Adil van afstand en dat is het. Dus we hadden er geen recht op, maar... Ja, zoals ik al zei, ook al scoor je in de 85ste minuut, hun worden zenuwachtig, dus dan zit die 2-2 er altijd in. Alleen, dan moet je wel eerst één doelpunt maken en dat lukt ons niet.